Sinds 1 oktober 2021 is het legaal. Online gokken. Sinds online gokken mag, worden we overspoeld met reclames die ons het online casino in willen lokken. En precies daarom verwacht de verslavingszorg veel nieuwe cliënten door de stortvloed aan gokreclames. Waarom is gokken nu zo verslavend? Hier in de werkplaats ga ik aan jullie uitleggen waarom de een wel kan stoppen met gokken en de ander niet. En dat ga ik aan jullie laten zien aan de hand van de werking van de hersenen. Telkens als je een gokje waagt, krijg je een shot dopamine. Dopamine is een neurotransmitter, een chemisch boodschapperstofje dat wordt afgegeven in het beloningsgebied van de hersenen, het striatum genoemd. Mensen met aanleg voor een gokverslaving hebben een aantal afwijkende breinkarakteristieken. Allereerst kan het brein meer dopamine produceren. Deze variatie zorgt ervoor dat ze een grotere shot dopamine in hun hersenen krijgen. En dit maakt het voor hen extra lastig om te stoppen. Een tweede belangrijke breinkarakteristiek van een potentiële gokverslaafde is te vinden in de orbitofrontale cortex. Zo is het patroon van groeven en verhogingen anders in het voorste gedeelte van het brein. Met dit gebied schat je in hoe groot de kans is dat je daadwerkelijk zult winnen. Laten we eens kijken naar de patronen van deze vier type groeven. Hier op deze afbeeldingen zie je de groeven die ik zojuist ook liet zien op het brein. En nu is het zo dat de groeven, zoals afgebeeld in type 2, overwegend voorkomen bij mensen met een gokverslaving. Volgens onderzoek is dit kenmerk al heel vroeg in het leven te ontdekken. Ver voordat iemand in aanraking zou komen met gokken. Daarom zien we dit ook als een belangrijke voorspeller voor het ontwikkelen van een gokverslaving in de toekomst. Een ander belangrijk gebied is de ventromediale cortex. Door dit gebied kunnen we zelfcontrole uitoefenen en onze impulsen reguleren. Bijvoorbeeld, na deze ronde zal ik echt stoppen. Bij gokverslaafden is dit gedeelte van het brein minder actief tijdens het gokken, waardoor het moeilijker voor hen is om te stoppen. Bovendien is dit gebied pas als een van de laatste onderdelen van het brein uitontwikkeld. We denken zelfs dat het eigenlijk duurt tot je 25e jaar voordat het helemaal ontwikkeld is. Besef je dus dat de remmingen van een 25-jarige niet dezelfde zijn als die van een volwassene. En dat maakt het ook voor hen lastiger om te stoppen. Wat voor mensen met een aanleg voor een gokverslaving niet helpt, is dat met de legalisering van het online gokken het aantal reclames de afgelopen tijd flink is toegenomen. Om een gokverslaving tot uiting te laten komen, heb je aanleg in het brein nodig, plus blootstelling aan de hand van de reclames die nu zo zijn toegenomen. Zodat we ongeveer weten hoeveel mensen er in Nederland gevoelig zijn voor een gokverslaving en hoeveel meer mensen er in aanraking zullen komen met gokken, kunnen we ook voorspellen met hoeveel procent het aantal gokverslaafden in Nederland zal toenemen. En de verwachting is dat het ongeveer met 1 tot 3% zal toenemen. Een persoon die gokverslaafd is, zal juist vaak alleen spelen. En dit is heel anders dan wanneer jij met je vrienden een avondje uitgaat in het casino. Dan is de factor fun belangrijker dan het winnen alleen. Door legalisering van online gokken wordt solo gokken dus nog makkelijker gemaakt. Dit is dus toch al slecht nieuws voor potentiële gokverslaafden. Kortom, is gokken verslavend? Jazeker. Maar de een is er wel vatbaarder voor dan de ander. En juist diegene die vatbaar is, die zou minder in aanraking moeten komen met online gokken. In die zin is het heel erg gek dat we zo breed uitgemeten reclame maken voor online gokken. En ook voor jonge mensen onder de 25 jaar is het potentieel gevaarlijk. Dus mijn advies zou zijn, geen reclames en het ophogen van de leeftijdsgrens voor online gokken naar 25 jaar. Hi, ik ben Piet. Hoogleraar vastgoedfinanciering. En in de volgende aflevering ga ik je vertellen waarom zelfs de grootste klimaatskepticus zijn huis zou moeten verduurzamen.